11 februari. We staan in Hellendoorn na de wedstrijd Hellendoorn-Bruggeveld. Eindstand 1-0. Die al snel tot stand kwam. Ja. Maar het werd nog een echte wedstrijd, de tweede helft. Wij begonnen niet zo goed. We hadden wel een idee van hoe Hellendoorn wilde gaan voetballen. Daar hadden we iets op afgesproken, maar dat voerden we gewoon niet goed genoeg uit. We stonden heel ver teruggetrokken. Ja, en in minuut 12 verslikken we ons aan de zijlijn voor de dugout. En krijgen we eigenlijk bij balwinst van Hellendoorn al heel snel de 1-0 tegen. Na ongeveer een half uur zijn we anders gaan voetballen. Zijn we geswitcht naar 5-3-2. Nou, toen kregen we eigenlijk dat kwartier voor rust wel iets meer grip op. Toen liepen we best wel tevreden naar de kleedkamer. En hebben we even doorgenomen van hey, hoe willen we het uitvoeren, de tweede helft. En de tweede helft gaat het eigenlijk heel goed. Alleen ja, vanaf minuut... eerst denk ik heel weinig weggegeven vanaf dat we weer beginnen van de rust. Tot aan minuut 70. En op een bepaald moment sta je nog steeds 1-0 achter. Dus wil je iets, dus we hebben afgesproken, dan switchen we naar een extra aanvaller er nog bij. Ja, dan geef je wat meer ruimtes weg. Nou ja, we krijgen nog een aantal vrije trappen, een aantal kansen. Ja. Maar als dat goed valt, maar dan moet je dan ook geluk mee hebben. En dat deed hij niet. En daarna krijgen zij nog een grote kans op de lat. Maar ja, dan komt dat het veld wel bijna helemaal open ligt. Maar goed, je komt hier niet naartoe om met 1-0 te verliezen, dus dan probeer je wat. Maar goed, uiteindelijk trekt Hellendoorn aan het langste eind. Wint 1-0. Ja, tevreden over hoe we hebben gevoetbald aan de bal met inzet. En als je dat ook bekijkt vanaf vorige week naar Des, toch wel even dat we in een dip hebben gezeten. Dan is dit wel een hele goede basis om de komende wedstrijden over 2 weken weer te hervatten. Zo is het. Ja. Op naar de volgende keer. Op naar de volgende. Dankjewel. Yes.